Hallo, mooi dat je kijkt naar dit programma over de gezonde basisschool van de toekomst. Want als de coronapandemie ons één ding geleerd heeft, dan is het wel het belang van preventie. Gezonder eten, meer bewegen, dat kan in die gezonde basisschool. En dit is de introductie. In Limburg hebben we de gezonde basisschool van de toekomst. Uit cijfers blijkt dat Limburg een gezondheidsachterstand kent. Deze achterstand komt voort uit een ongezonde leefstijl en weinig opvoedingssteun, waardoor ziektes zoals obesitas, diabetes, longziektes, hart- en vaatziekten en psychosociale aandoeningen gemiddeld vaker voorkomen in Limburg dan in de rest van Nederland. Een ongezonde leefstijl wordt van generatie op generatie doorgegeven. Die gezondheidsachterstanden hebben een negatieve invloed op de toekomstkansen van kinderen. Ongezondheid leidt mogelijk tot lagere schoolprestaties, minder plezier in het leven, minder sociale contacten, meer schooluitval, lagere arbeidsparticipatie, meer ziekteverzuim en meer chronische aandoeningen. En uiteindelijk een kortere levensduur. Van leerschool naar leefschool. De basisschool is dé omgeving om gezond gedrag te ontwikkelen. Net zo belangrijk als leren lezen, schrijven en rekenen. Daarom zijn 4 basisscholen en 2 kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg gestart met de GBT. Gezond leven gaat om gezonde voeding, om veel en gevarieerd bewegen, om vriendjes maken, om leren omgaan met plezierige en minder plezierige gebeurtenissen en om kinderen voor te bereiden op een maatschappij waar verleidingen voortdurend op de loer liggen. Daarom maken we de omslag. Een basisschool is geen leerschool, maar een leefschool. En het initiatief voor die leefschool werd genomen in 2015 door de GGD Zuid-Limburg, door de Universiteit Maastricht, de scholenkoepel Movare. En die werden bij elkaar gebracht door de provincie Limburg. Kinderen worden steeds ongezonder. Ze worden steeds zwaarder. Dat zien we overal in Nederland. Maar in Zuid-Limburg is het echt nog erger. De gezondheidsachterstanden zijn daar groter. En er is ook sprake van overerving. Daarom vinden wij het als provincie ontzettend belangrijk om te investeren in de jeugd. Om te investeren bij het begin van het probleem. In kinderen. De gezonde basisschool van de toekomst is die investering die we doen. Het is een manier om kinderen aan te leren om gezond te eten. Om voldoende te bewegen. Om zo dat overgewicht tegen te gaan. En die goede gewoontes van kinds af aan in die opvoeding mee te geven. Maar nog veel belangrijker. Door die kinderen te bereiken, bereiken we ook de ouders. Feitelijk kun je zeggen dat we via de kinderen de ouders mee opvoeden. Want op het moment dat de kinderen thuiskomen en aan de ouders aangeven, dit is gezond, dit eet ik, dit is niet gezond, dat eet ik niet, zullen die ouders ook veel meer genegen zijn, en dat zien we ook in de resultaten, om die gezonde dingen te kopen en daarmee ook zelf gezonder te gaan eten. Het kracht van de gezonde basisschool zit hem in die benadering van het hele systeem. Die zit hem in het tegengaan van die overerving en in het eigenlijk heropvoeden van de gezinnen in algemene zin op het gebied van gezondheid en beweging, om er ook voor te zorgen dat we morgen ook nog een gezonde bevolking hebben die niet meer die slechte gewoontes doorgeeft. En we praten over de gezonde basisschool van de toekomst, waarvan we weten de resultaten na 4 jaar zijn positief. Pakt positief uit voor de kinderen dat meer bewegen en het gezonder eten. Het politieke klimaat lijkt ook gunstig. En ondertussen weten we ook dat de logistiek in Limburg en de groente- en fruittelers het ook aankunnen. Is de vraag, hoe zorgen we voor het draagvlak bij de ouders en bij de gemeente misschien wel? En dan komen we terecht bij de man eigenlijk die kwartiermaker is van het hele project, die het ook al vanuit de scholenkoepel Movare jarenlang heeft gevolgd. Andrew Simons, van harte welkom. Hoe heeft u dat gedaan? Hoe heeft u de ouders zover gekregen? Het begint eigenlijk met het feit dat je ouders bewust maakt van het feit dat als een school zich gaat bemoeien met gezondheid, gezonde voeding, beweging op school, dat je dat niet doet vanuit het idee dat ouders iets fout doen. Je probeert aan te sluiten bij de gemeenschappelijke opvoedingsopdracht eigenlijk. Mm-hmm. En we hebben ouders van meet af aan bij de ontwikkeling van het hele concept betrokken. Dus ouders hebben mee aan de wieg gestaan van alle interventies. We hebben met ze nagedacht over wat is dan gezonde voeding, wat is dan beweging, hoe kleed je zo'n schooldag in, wat betekent dat voor kinderen, voor ouders, voor leerkrachten. En door ze deelgenoten maken van de ontwikkeling, voorkom je dat je ze aan het einde alleen confronteert met een vraag waar ze ja of nee op moeten zeggen. Ja. En hoe was nu die houding in het begin? Was er meteen veel enthousiasme of veel scepticisme?
Beiden. Ik denk dat er in het begin best veel accepties was nog. En dat had alles te maken met het feit dat ouders een stuk van hun opvoedingsverantwoordelijkheid, zeker daar waar het gaat over voeding, af moeten geven aan school. En dat vinden ouders best spannend. En een deel van de ouders, en dat begrijp ik ook, vinden ook echt fundamenteel dat de school zich niet moet bemoeien met dat deel dat bij de ouders hoort. Ja, en de oortjes zijn gespitst bij Stan Timmermans. Van harte welkom. Hè. U bent collega uit Helden van de scholengemeenschap daar. U gaat er beginnen, of tenminste, u vindt het concept interessant. Wat kunt u leren van Landgraaf? Nou, ik denk vooral het draagvlak, hoe je daar goed mee om kunt gaan naar ouders. Want ik denk wat Andrew net ook aangaf, het is heel belangrijk dat we ouders meenemen. En ik denk dat het hele concept, zoals het de Gerritszonde Basisschool gepresenteerd is, gewoon een hele mooie basis vormt om een goede leerbasis voor kinderen te krijgen. Mm. En wat mij bijzonder aansprak was het feit dat ik 3 jaar geleden ben gestart op de school met een opdracht om een nieuw integraal kindcentrum te gaan realiseren samen met de kinderopvang. Dus dan begint het eigenlijk al vanaf jongere leeftijd. Dat klopt. En ik denk die basis juist, waarom wij het ook noemen gezonde kindcentra van de toekomst. We hebben daar binnen Stichting Prisma in samenwerking met Hoera een eigen naam aan gegeven. Omdat wij namelijk vinden dat we het voor de kinderen van 0 tot 14 willen inzetten. Om gewoon ook een doorlopende lijn te gaan creëren. Waarin de kinderen eigenlijk in de kinderopvang al die basis meekrijgen. Omdat daar de lunch al gepresenteerd wordt en indien nodig ook het ontbijt. En het is geweldig om daarop aan te sluiten. Maar niet alleen bij de lunch, maar ook bij het bewegen. Want juist het bewegen in combinatie met de voeding, dat is iets wat bij basisschool De Pas in ieder geval al hoog in het vaandel stond. En wat wij nu de laatste 3 jaar verder hebben ontwikkeld met hulp van de input uit het programma van de gezonde basisschool. Ja, Alex Giffelders is wethouder van de gemeente Landgraaf. Heel fijn dat u er bent. Dankjewel. U hebt natuurlijk ook dit hele project zien groeien. Maar je heeft het op een gegeven moment ook nog moeten redden eigenlijk, financieel bijgesprongen. De gemeentelijke financiën, dat weten we, is overal in Nederland, zeker na de coronapandemie en zeker op het moment dat we dadelijk de veiligheidsregio's moeten afrekenen, nog een groot probleem. Waarom stapt u toch in? Waarom helpt u? Nou, de gemeente Landgraaf is een van de voortrekkers eigenlijk van de gezonde basisschool van de toekomst. We hebben 2 volledige interventiescholen en 1 beweegschool. En als wethouder onderwijs maak ik jaarlijks mijn rondje langs de velden, om het maar zo te zeggen. En heb ik het gesprek met de directeuren. En heel nadrukkelijk op het moment dat het project van de gezonde basisschool in de eindfase zat, heb ik met die directeur erover gehad. En nu, wat moet je doen als straks per 31 december, want het was een half schooljaar, als dan opeens de stekker eruit getrokken zou worden, dan zouden ze per januari opeens weer terug moeten naar een concept van enkele jaren geleden. Ik zie de meerwaarde van het concept, want Zuid-Limburg komt op allerlei lijstjes, bengelt onderaan, staat altijd in het rood. De gezondheid moet heel nadrukkelijk in Zuid-Limburg bevorderd worden. En als je dan ziet dat zo'n project van meerwaarde is, dat je daarmee de gezondheid van de kinderen bevordert, en dan is het als wethouder, ik heb ook volksgezondheid in de portefeuille. Mm-hmm. Dus voor mij is dat een combinatie van 2 dingen, dat ik denk van ja, hier heb ik een manier van werken die ons vooruit kan helpen in de brede zin van het woord. En ik vind gezondheid gaat ook nog eens verder dan alleen maar medische gezondheid. Ik denk dat een gezonde basisschool van de toekomst eigenlijk een totale gezondheid van het kind bevordert. Ja. Ik kom zelf uit het onderwijs, dus ik ben eigenlijk groot geworden met al die dingen die hier heel belangrijk zijn. Hoe de hazen lopen wat dat betreft. Ja. Ja, maar dan kunnen we inderdaad kijken of dat misschien een oplossing zou kunnen zijn voor het feit dat in Zuid-Limburg de mensen gemiddeld 2 jaar minder leven dan de mensen gemiddeld in de rest van Nederland. Dat is ondertussen ook het Jeugdjournaal ter oren gekomen en die kwam ook kijken bij die gezonde basisschool van de toekomst. Op de schatgraver neemt niemand meer een broodtrommel mee, want in de pauze is er eten op school. En, wat heb je gepakt? Een boterham met een soort van kip. Nou, hier zitten veel meer gezonde dingen en ik hou meer van ongezonde dingen dan gezonde dingen. Het grootste verschil is dat ik ook gewoon meer groente en fruit kan pakken en zo. En na het eten gaan ze naar buiten, bewegen. Elke dag tenminste 1 uur. Dat is veel meer dan op de meeste basisscholen. Vroeger toen was het wel minder, toen was het minder actief, maar nu is het wel feller dat je meer moet doen.
4 basisscholen in Limburg werden 5 jaar geleden een gezonde basisschool van de toekomst. Je voeten goed naar achter. Onderzoekers hielden het gewicht en de lengte van de kinderen sinds die tijd in de gaten. En met een kastje werd gemeten hoeveel ze op een dag bewogen. En daar zit hij. Goed zo. Al die informatie verzamelden ze ook op 4 andere scholen in de buurt. Daar was geen extra aandacht voor gezond leven. Nu blijkt dat de kinderen op de testscholen een gezonder gewicht hebben gekregen, terwijl de kinderen op de gewone scholen juist zwaarder zijn geworden. Er wordt ook meer water gedronken op de scholen van het onderzoek. En de sfeer in de klas is een stuk beter. Er wordt bijvoorbeeld minder gepest. En merk je in de klas veel verschil bij de kinderen? Ja, ze zijn wat dunner. Ze plagen minder. Allemaal doordat ze dus gezonder zijn gaan leven. En dat is volgens onderzoekers hard nodig. Het gaat niet goed met de gezondheid van ons. Worden we te zwaar, ook de kinderen, maar zeker ook de volwassenen. Dus we moeten een verandering moeten we brengen. En dat moet je op een leuke manier doen. Soms leren ze het hun ouders ook. Kinderen gaan mee naar de supermarkt toe en wijzen hun ouders op wat gezonde producten zijn. Dat ze door gezond doen op school ook gezond doen thuis, merken de kinderen wel. Meestal dan. Ik wil nu liever op gaan bewegen dan om gewoon op de bank zitten. Ik ben nu vaak op buiten en ja. Ik eet ook wat gezonder. Ja. Geen snoep? Jawel, dat wel. Ook snoep. Ja. Ja, goede signalen dus inderdaad uit Landgraaf, vanuit het Jeugdjournaal. Vragen we meteen aan Andrew Simons. Dat toch een beetje kwartiermaker. Heeft het ook een positief effect op het BMI van de leraren? Ja, dat is een goede vraag. Dat hebben we natuurlijk niet gemeten, dus hele harde gegevens hebben we er niet over. Maar feit is wel dat het team op de scholen luncht op dezelfde manier zoals de kinderen ook lunchen. Ja, dus waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Goed en voor de coronakilo's. Dat zou heel goed zijn. En misschien nog één aanvulling, want wat je ook al merkt is, kijk, leraren hebben een langere pauze en kunnen in die pauze allerlei keuzes maken. Je zou voorbereidingswerk kunnen doen, correctiewerk kunnen doen. Maar feit is dat er ook heel wat leerkrachten zijn die gewoon een lekkere wandeling gaan maken. Dus ook beweging zit wel wat meer in het concept, doordat je deze kansen krijgt. Ja, want daar, kijk, ik stip natuurlijk de leraren aan omdat daar wel in potentie een bottleneck zit. Ja. Wat vonden de leraren van het concept en hoe zijn die zo door de jaren heen gaan denken over die gezonde basisschool? En net als bij de ouders had er in het begin best wat scepticisme ook bij leraren. Omdat leraren vaak denken, dat komt er bij ons weer bij. Het onderwijs wordt een beetje een verzameld vat van allerlei dingen die de maatschappij wil. En dat gooien we dan het onderwijs in en die doen dat wel even. Dus we hebben aan het begin echt erg ingezet om dat te zien dat wij dit niet alleen aan leraren vragen, maar dat we een team creëren op een school van leraren, pedagogische medewerkers, vrijwilligers, GGD, al die mensen die een rol spelen, die samen aan de lat staan voor die ontwikkeling. Dat was voor leraren belangrijk, omdat ze daarmee eigenlijk merkten van het ligt niet weer alleen bij ons. Dan heb je ook leraren die eigenlijk vinden dat de school niet is van gezondheid en gezond gedrag, maar is van rekenen, taal en lezen. En je ziet wel dat in de loop van de jaren leraren die kritischer waren, dat die de effecten zien op de gezondheidsontwikkeling, de sociale ontwikkeling van leerlingen. Mm-hmm. En de grootste tegenstanders van toen zijn eigenlijk de grootste voorstanders nu. Dus hier zit ook wel iets in van je moet ook leren dat zo'n concept werkt voor jouzelf als leerkracht en voor jouw kinderen. Meneer Willemans, deze coronapandemie, het feit dat de scholen zo lang dicht waren, kinderen minder... eigenlijk natuurlijk in de klas geweest zijn, maar ook zoals we eerder hoorden, iets dikker zijn geworden, iets minder gezond zijn gaan leven. Heeft dat ook de perceptie van uw personeel over zo'n concept van de gezonde basisschool beïnvloed? Denk je dat er meer animo is nu? Ja, ik denk dat de animo er al was, maar we zien nu wel echt de gevolgen op het moment dat kinderen langer thuis zitten, op andere tijden bijvoorbeeld hun maaltijd nuttigen, minder bewegen. En ja, we zijn afgelopen jaar gestart met het bewegingsonderwijs, inmiddels buitenonderwijs te doen. En om even terug te komen op wat Andrew net heel even aangaf. Je merkt ook gewoon dat leerkrachten geënthousiasmeerd worden doordat kinderen plezier hebben in het buitenbewegen. En die zaakvakken en de kernvakken, zoals taal en rekenen, die kun je ook geweldig goed in het buitenonderwijs vormgeven. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, laat de kinderen bewegen, geef een opdracht en ze moeten naar een bepaalde pilon rennen om vervolgens daar het antwoord te geven en zo snel mogelijk weer terug.
leg er een klein competitieelement in de spelvorm. En je leert ze meteen een stukje rekenen of taal. En vervolgens hebben ze er plezier in. En het allermooiste is, als ze dan terugkomen van zo'n les, is ook nog het concentratievermogen gestegen. Omdat je meteen ook wel een stukje bewegen, maar ook een stuk rust inbouwt. En als je echt de pijlers pakt, de vier pijlers die er zitten, dan heb je enerzijds de voeding, het bewegen, maar ook het samen doen. En je hebt rust en ontspanning. Nou, eigenlijk door het buitenonderwijs, maar door het hele concept zo ook in te zetten, raak je alle pijlers. En denk ik ook dat je de gezondheid zowel van leerlingen, maar ook leerkrachten mee bevordert. Omdat leerkrachten ook actief meedoen in dat spel. Ja. Meneer Schiffelers, u heeft het hele traject natuurlijk ook meegemaakt, hè, van dichtbij. Welke tip heeft u voor gemeenten die interesse hebben, die denken van goed, dat is iets voor ons? Kijk, ik denk dat elke gemeente de uitdaging heeft om de positieve gezondheid te bevorderen. En als je dan een concept hebt liggen wat aangetoond heeft door wetenschappelijk onderzoek dat dat daadwerkelijk helpt. Maar dan ben je er niet alleen maar door gezonde voeding op een schoot te geven. Die bewegingscomponent en dat sociale aspect wat je erin brengt is ook heel belangrijk. In Rotterdam-Zuid heb je het nationale programma en daar wordt met een verlengde schooldag worden allerlei elementen uit de maatschappij bij elkaar gebracht die ervoor zorgen dat je als mens op een positievere manier je kunt ontwikkelen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook de uitdaging is die we in Zuid-Limburg met name op dit moment hebben. We hebben de regio-deal in Zuid-Limburg en we hebben de regio-deal gebruikt om met name die periode te overbruggen. Het zijn gelden uit Den Haag die komen om de regio te stimuleren. Als je het geld niet hebt om die gezonde basisschool in stand te houden, hebben we nu een periode van een aantal jaren dat we met middelen uit de regio-deal kunnen onderzoeken hoe we een duurzame financiering onder dat concept kunnen leggen. Want dat is wel belangrijk. Als je het op de lange termijn kunt betalen, dan wordt het ook iets van de maatschappij en van het dagelijks gebeuren. Op het moment dat je iedere keer financieel tekort komt, dan is het gedoemd om uiteindelijk toch weer te verdwijnen. Ja, dus we willen die duurzame basis willen we eronder gaan leggen. En als het gaat over betalen, u moest minister Eemans op een gegeven moment de ouders vragen om een eigen bijdrage. Nou, ging dat? Verrassend goed eigenlijk. Ja, toch? Ja, en dat had natuurlijk mee te maken dat we ouders pas gevraagd hebben om een bijdrage nadat ze een aantal jaren in dit concept zaten en dus gezien hadden wat het voor hun kind deed. Dat is één. En daarnaast hebben we ouders laten zien dat de bijdrage die we vragen is 1,75 per kind per dag. Dat klinkt aan de voorkant best veel, maar we zijn met ouders gaan analyseren van wat zit er nou in die 1,75. En als ouders een broodrommel mee naar school geven en ze betalen een overblijfbijdrage die regulier op school in Nederland gevraagd wordt, dan is dat vaak al meer dan 1,75. Dus de tegenwaarde van die broodrommel en die ouderbijdrage voor het overblijven is al meer dan 1,75. Dus we vragen ouders eigenlijk niet iets dat ze niet nu ook al doen, alleen wenden we het nu veel integraler aan binnen dat concept van de gezonde basisschool voor de toekomst om dat totale concept mee mogelijk te maken. Daarmee ben je er niet, hè, want het totale concept kost €4,50 per kind per dag. Dus daar blijven andere bronnen nodig. En dan zijn subsidieverstrekkers als gemeente, provincie, maar uiteindelijk ook straks het Rijk heel belangrijk om zo'n concept overeind te houden. Ja, meneer Timmermans, welke uitdagingen zit u in Helden voor met name dat brede concept? Nou, uitdagingen zie ik vooral om alle partijen mee te krijgen. Wij willen vooral, zoals net ook aangegeven, zorgen dat het integraal wordt ingevoerd. Met andere woorden, dat we dadelijk niet afhankelijk zijn, of in ieder geval beperkt afhankelijk zijn. Wij gaan een nieuwe school bouwen in Helden, midden in het bosgebied tussen de verenigingen, maar ook bij het multifunctioneel centrum, waarin wij een samenwerking al hebben met de dorpsdagvoorziening, waar ouderen bij ons op school voor de coronacrisis het fruit kwamen school maken. Omdat wij via het schoolfruit fruit al hadden, waar bijvoorbeeld ananassen bij zitten, ja, dat vergt al wat werk. Maar waar ouderen gewoon ontzettend blij zijn dat ze in contact komen. Nou, we hebben net, daarom noemde ik de vier pijlers, het samen doen is ook een hele belangrijke. Maar dat geeft ook aan dat je bijvoorbeeld die lunch, omdat het multifunctioneel centrum naast de school ligt, dadelijk de ouderen mogelijk ook de lunch zouden kunnen verzorgen. Waardoor je ook een stuk van het kostenelement kunt beheersen. Ja, meneer Simons, want er zitten natuurlijk een hoop mensen te kijken die denken van ja, allemaal goed en aardig, maar ja, ik zit dadelijk de worstjes uit te pakken, de boterhammen te smeren. Ik wil eigenlijk mijn pauze. Wie doet dat dan bij u? Ja, ik zei net een stukje terug in het gesprek dat wij hebben geprobeerd om
ervoor te zorgen dat leerkrachten niet alleen maar in die uitvoering van het concept zitten. Dat er andere actoren op school zijn die daarin ondersteunen en helpen. En een belangrijke groep mensen zijn de pedagogische medewerkers vanuit de kinderopvang. Aan iedere school is een kinderopvangorganisatie gekoppeld die samen met leerkrachten, samen met vrijwilligers eigenlijk dat hele concept uitvoert. En in concreto betekent dat dus dat de hele logistiek rondom die lunch, we krijgen de lunch geleverd vanuit een cateraar, die komt op school aan, wordt uitgepakt, wordt serveer klaargemaakt en in de hele logistiek naar de klas toe ondersteunen die pedagogisch medewerkers en die vrijwilligers. De leerkracht heeft dan echt even de tijd om zich inhoudelijk met kinderen te bemoeien tijdens die lunch, zonder dat die in die hele organisatie zit. En Stan gaf net een mooie andere verbinding aan door te benoemen dat je ook de omgeving daarbij kunt gebruiken. We hebben bijvoorbeeld ook gewerkt met mensen vanuit het gemeentelijk werkbedrijf die in de keukens op de scholen ondersteunen. We kunnen werken met stagiaires vanuit opleidingen in deze richtingen die kunnen ondersteunen. En wat je uiteindelijk graag zou willen, en daarmee verbreed je eigenlijk die gezonde basisschool, haal je hem uit de school en breng je hem naar de omgeving in. Wat je eigenlijk graag zou willen is dat de omgeving samen verantwoordelijk is voor het opgroeien van kinderen en ook voor de gezondheid van kinderen. En als ouders, ouderen in de wijk, de gemeente, al die partijen, sportverenigingen een rol spelen, ja, dan wordt het een beetje de gevleugelde uitspraak van it takes a village to raise a child, geef je daarmee eigenlijk handen en voeten. Cool, Hillary Clinton krijgen we nog in Limburg. Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja. Meneer Schiffers, de laatste vraagje nog even voor u. Want normaal gesproken natuurlijk heeft Landgraaf Nederland altijd verrijkt rond deze periode met Pinkpop. Mocht het in deze periode niet lukken door alle coronabeperkingen, zou het dan kunnen zijn dat in plaats van de Foo Fighters die gezonde basisschool van de toekomst ineens de grote bijdrage wordt van Landgraaf? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Ongeacht of Pinkpop nou doorgaat of niet, ik zal me in ieder geval hartstikke sterk maken dat die gezonde basisschool van de toekomst niet alleen iets is van Landgraaf, maar ook heel Parkstad, dat die eigenlijk achter dat concept staan. Ik maak deel uit van een groter overleg binnen Parkstad, waar ik nadrukkelijk iedere keer speciaal die aandacht voor de gezonde basisschool van de toekomst vraag, omdat ik weet dat het een investering is voor de hele regio, waar we uiteindelijk allemaal ons plezier en ons voordeel uithalen. Ja, maar hartstikke trots moet u zijn, toch? Ben ik absoluut. Prima, goed. Hartstikke bedankt. Ik wens u heel veel succes. Andrew Simons, Stan Timmermans, Alex Schiffers natuurlijk, voor dit project. En proficiat met die gezonde basisschool van de toekomst. Wel.